Het seizoen is dik over de helft. Een half jaar waar het nodige is gebeurd en het nodige nog gaat gebeuren. Wij spraken hoofdtrainer Kees Verwonderen over de huidige stand van zaken. In het begin van het seizoen heb je wel eens gezegd van ja, we gaan ooit dus wel eens een keer in een mindere fase komen. Ja, is dat nu een beetje aangebroken, zo'n mindere fase? Ja, ik heb gezegd, je kan gedurende het seizoen wel eens in een hele lastige fase komen waar het kan stormen, zeg maar. Waar door blessures of door ander tegenslag dat je... Nou ja, dit is zo'n voorbeeld waar ik toen op doelde, daar is dit een voorbeeld van. Je komt dus in een situatie waarbij jongens wegvallen, geblesseerd raken of vertrekken. Daar komen nieuwe jongens voor terug. Maar eigenlijk, terwijl het seizoen al volop in gang is. Nou ja, dat is dan lastig, want je moet even goed tegen goede teams prestatie of resultaten halen. Dus je hebt tijd nodig, alleen die tijd heb je niet. En dat gaat dan gepaard met dat resultaten achterblijven, of dat je een aantal keer achter elkaar verliest. En dat is lastig, omdat dat wil je niet. Omdat we natuurlijk in het eerste half jaar hebben laten zien dat als we dat ingespeelde geheel hebben en elkaar wennen, dat we dan in staat zijn om een hoop punten te halen. Alleen, ja, we moeten dat goed blijven managen door dat te herkennen en daarmee aan de slag te gaan. Maar het is niet de leukste fase. Je wil graag natuurlijk ook je resultaten halen en sneller je elftal goed op de benen hebben. Alleen, ja, dat vraagt even tijd nu. Na de winterstop 4 punten gehaald. Hoe kijk je terug op die reeks aan wedstrijden na de winterstop? Je komt eigenlijk in. Je hebt een voorbereiding op de tweede fase van het seizoen. En dan begin je met de uitwedstrijd bij RKC. Dan raakt Sven van Beek geblesseerd. Die je vervolgens een maand of 7 kwijt bent. Dan spelen we na RKC AZ thuis. En AZ was goed hier. Die wonnen terecht van ons. Vervolgens win je van Groningen thuis. En daarna moet je uit naar Fortuna. Wat geen goede wedstrijd was. En daarna Vitesse thuis was ook geen goede wedstrijd. Maar je hebt te maken met een elftal wat zeg maar opnieuw geformeerd moet worden. Omdat Amin Sar vertrekt, omdat Sven Verbeek geblesseerd afraakt. Omdat we wat blessures oplopen van spelers die doorgaans bij ons in de as staan. Hè? Dus met Andries Noppert, met Pelle van Amersfoort. Nou, je raakt Sven kwijt en je bent Amin kwijt. Dus je hebt in de as mis je dan een aantal spelers. Door het vertrek van Amin heeft de club wel geanticipeerd door ook jongens opnieuw aan te trekken. Dus we hebben met Karlsbak en Oussama Saroui hebben we 2 aanvallers erbij gekregen. We hebben natuurlijk Che erbij gehaald voor de buitenkant. En Jeffrey Bruma om het gat van Sven van Beek op te vullen. Nou ja, dat al met al met elkaar ben je eigenlijk weer opnieuw je elftal aan het neerzetten of aan het boetseren. En dat kost tijd, omdat een aantal spelers zijn nog niet op dat niveau waar je midden in het seizoen hoort te zijn eigenlijk. Alleen de Nooren komen uit een winterstop van de Noorse competitie. Bruma heeft in het Turkse een maand niet gespeeld. Dus het heeft allemaal zijn eigen verhaaltje. En Ninoli komt terug van de kruisbandblessure. Maar uiteindelijk doet dat er niet toe. Hè. Wij moeten zo snel als mogelijk dat elftal zo goed mogelijk op het veld hebben en laten draaien. Dat vraagt dus tijd, blijkt. En daar proberen we nou, zo snel als mogelijk een goede draai aan te geven. Ondanks de mindere resultaten is er volgens trainer Van Wonderen een enorme vechtlust in de ploeg om het tij te keren. De wedstrijd die ze spelen, hoe ze op het trainingsveld staan, hoe de besprekingen zijn, daar zie je gewoon. Niet alles lukt. Dat is ook helder. Alleen je ziet wel dat ze ermee bezig zijn. Dat ze er energie in stoppen. Dat ze hard aan hunzelf werken. Dat ze met elkaar bezig zijn. Nou ja, en dat heb je nodig om uiteindelijk je elftal te bouwen. Of zo goed mogelijk met elkaar te laten spelen. Komende zondag staat een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen op programma. Namelijk de Friese Derby in Leeuwarden. Ja, hoe bereid je je voor op zo'n wedstrijd?
Ja, dat zijn eigenlijk wedstrijden die op zich staan. Dat was natuurlijk de eerste wedstrijd hier bij ons thuis al zo. Daar zit heel veel spanning in, rivaliteiten, onderlinge rivaliteit. Clubs die dicht bij elkaar in de buurt liggen. Dus ja, je bereidt ze voor op dat gedeelte. Dus dat het een andere wedstrijd is met een beladen sfeer van twee kanten. Aan de andere kant moet je ook de ploeg voorbereiden op zoals je dat altijd doet. En dat is vooral goed met elkaar verdedigen en aanvallen en omschakelen. En die wedstrijd zo spelen en zorgen dat je goed als mogelijk op het veld staat. Alleen, je moet je emoties onder controle houden. Dat is eigenlijk wat het voornaamste is waar je ze mee kan helpen. Herinner je dan nog vaak terug in de selectie aan de wedstrijd die hier thuis werd gewonnen? Nou, dat gaat nu beginnen. Maar dat is wel een referentie voor een aantal spelers. Natuurlijk niet voor de nieuwe spelers, maar voor een aantal spelers wel. Wat voor een belang daarbij komt spelen, die wedstrijd. Nou, het zal nu een uitwedstrijd worden, dus daar zal een iets andere druk of verwachting bij komen kijken. Maar er zijn ook heel veel jongens die hebben al eerder deze wedstrijd gespeeld. Dus die zijn volgens mij prima in staat om daarmee om te gaan. Vorige keer werd het gewonnen. Achter staat de foto waarin die werd gemaakt. Dat lijkt me een mooie reden om weer 3 punten te pakken en dan ook nog een Leeuwarden. Zeker, ja. Dat is de uitdaging om inderdaad bij de buurman zeg maar het resultaat te halen die we met z'n allen willen. En dat kan niet vroeg genoeg zijn.